Ik heb bij mij De Nacht der Girondijnen van Jacques Presser. En in 1957 was dat het boekenweekgeschenk. Het boek beschrijft het leven van een Joodse man ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En deze man die werkt aanvankelijk mee met de Duitse bezetter en zorgt dus inderdaad dat andere Joodse mensen worden opgepakt en uiteindelijk naar Westerbork worden gevoerd. Maar van lieverlee wordt ook hij opgepakt, belandt ook hij in Westerbork en ziet hij uiteindelijk wat er met ze gebeurt die hij heeft helpen oppakken. Jacques Presser is in Nederland vooral bekend geworden als historicus. Hij schreef het boek De Ondergang. Dat is eigenlijk het boek over de Holocaust in Nederland. Jacques Presser kreeg de opdracht om dat onderzoek te doen en dat boek te schrijven. En hij deed meer dan 10 jaar onderzoek en zat zo vast in dat materiaal, was er zo door aangedaan dat hij geen letter op papier kreeg. Totdat op een gegeven moment Lou de Jong, de directeur van het NIOD, hem aanraadde om gewoon maar te beginnen met schrijven. En hij besloot toen om een fictief verhaal te schrijven. Dat werd De Nacht der Girondijnen. Hij schreef dat in 1 ruk uit. En pas toen dat boek was uitgekomen en goede recensie kreeg, toen voelde hij zich sterk genoeg om ook De Ondergang te schrijven. Het was dus echt een onderdeel van Jacques Pressers verwerkingsproces. Het grootste deel van het boek speelt zich af in Westerbork. En Jacques Presser had zich heel goed laten informeren over hoe dat kamp eruit zag, hoe het was opgebouwd, hoe het bestuurd werd. En tegelijkertijd is het verhaal binnen die setting volkomen fictief. De aanleiding voor Jacques Presser om dat te schrijven is ook direct persoonlijk. Zijn levenspartner had in kamp Westerbork gezeten en was van daardoor weggevoerd en vermoord. En Jacques Presser had dus een directe persoonlijke band ook met Westerbork en had door gesprekken en door onderzoek heel goed op de kaart hoe dat kamp eruit zag en hoe dat bestuurd werd. Waar hij vooral om geprezen werd was dat hij mensen, dat hij de slachtoffers van de Holocaust in Nederland, echt een gezicht wist te geven. Het boek werd ook in het buitenland heel goed ontvangen en bijvoorbeeld Primo Levi, die heel erg bekend is als schrijver van zijn eigen kampervaringen, die vertaalde het boek uit het Duits naar het Italiaans. In Nederland is Jacques Presser vooral inderdaad een van de belangrijke schrijvers van de Nederlandse bezetting en vooral van het lot van de Joden. Maar een van de dingen die Jacques Presser als historicus anders maakte, was dat hij de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ook een menselijk gezicht kon geven, omdat hij zo goed kon schrijven. Dat laat hij zien in De Ondergang, maar dat laat hij ook al zien in deze novelle. Mensen kunnen dit boek lenen in de universiteitsbibliotheek. In de beschrijving hieronder vind je ook een link naar de catalogus. Via die catalogus kunnen mensen ook meer te weten komen over Jacques Presser en bijvoorbeeld de biografie over Jacques Presser lenen. De Ondergang is inmiddels helemaal online te lezen, maar ook andere werken van Jacques Presser zijn via de catalogus te vinden. We maken elke maand een nieuwe video. Klik subscribe, dan mis je de volgende niet.